Wij willen met elkaar lezen Jesaja hoofdstuk 6. Een heel bekend gedeelte. Jesaja 6 vanaf vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. En toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. En toen zei hij: ga en zeg tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien, met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. En toen zei ik: hoe lang, Heere? En hij zei: totdat de steden verwoest zijn. Totdat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de hageeik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Tot zover. Ik ben blij dat Arjan noemde de First Love Churches. Want het is al een paar dagen lang mijn gebed geweest voor deze dag. Zoals we hier bij elkaar zijn vandaag, dat onze eerste liefde hersteld zal worden. Herstel mijn eerste liefde. Dat we opnieuw, we fall in love again with him. Dat we opnieuw in liefde vallen. Opnieuw verliefd worden op de Heer. Dat is het allerbelangrijkste voor onze gemeenten. Het allerbelangrijkste voor onze bedieningen. Ja, het gaat niet om onze bedieningen, maar als hier, als we vandaag als leiders bij elkaar zijn, als voorgangers, als oudsten, als ouderlingen, als mensen die allemaal een roeping hebben en die een hart hebben voor de gemeente, dat als wij hier vandaan gaan met een hart dat brandt voor de Heer, dat hem lief heeft boven alles, ja, dan gebeurt er wat, dan zal er wat gebeuren. Ik wil een paar dingen doorgeven naar aanleiding van Jesaja 6, naar aanleiding waarvan we ook stil zullen staan bij de tijd waarin wij leven. Het eerste wat ik naar voren zou willen brengen uit het leven van Jesaja, dat is dat hij ook heeft geleden vanwege zijn roeping. Dat er ook moeilijke dingen gebeurden in zijn leven. Maar zoals hij hier openbaring kreeg van de Heere in het jaar dat koning Uzzia stierf. Dat bepaalt ons erbij dat God openbaring geeft in de donkerste uren van ons leven. En naar aanleiding daarvan wil ik met u nadenken over dat wij ook een duidelijke theologie van het lijden hebben. Het gebeurde in het jaar dat koning Uzzia stierf en dat was een schokkend iets. Dat was
740 voor Christus. En toen werd Jesaja geroepen en we kunnen in 2 Kronieken 26 lezen over het leven van koning Uzzia. Hij was een godvrezende man, maar op het einde van zijn leven heeft hij reukwerken in de tempel gebracht, wat alleen de priester mocht doen. En de priesters waarschuwden hem daarvoor, dat moet u niet doen. Hij deed het toch en hij werd melaats. En op het einde van zijn leven was hij melaats en heeft de Heer hem ook geoordeeld, omdat hij dat deed wat niet mocht. En dat was een schok, dat was een schok voor Jesaja, dat was een schok voor Israël. Er gebeurde iets schokkends. Maar het was in dat jaar dat juist de Heere God ook deze openbaring geeft aan Uzzia. Soms gebeuren er schokkende dingen in ons leven. Soms gebeuren er moeilijke dingen. Soms maken wij heftige dingen mee. Dit was een heftig iets voor Jesaja en een heftig iets en een teleurstellend iets voor Israël. Maar het was juist in die teleurstelling dat de Heere God dit visioen aan Jesaja gaf. Als we verder nadenken over de bediening van Jesaja, waar ik met u bij stilsta op dit moment is, Jesaja was ook een leidende profeet. Jeremia was dat ook. Jeremia was de man die huilde. Jeremia werd vervolgd. Hij is meerdere keren bijna gedood, in een put gegooid met drek, waar hij bijna verdronk in de drek. Jeremia is meerdere keren bijna om het leven gekomen, omdat hij het woord van God bracht. En ook Jesaja bracht een woord dat niet naar de mens was. We hebben met elkaar gelezen dat hij het woord krijgt dat het land verwoest zal gaan worden. Hij moet profeteren totdat de steden verwoest zijn. Er zal geen inwoner meer zijn. Het land, Jesaja profeteert ook dat uiteindelijk, dat gebeurt later, na zijn leven, maar dat het volk in ballingschap zal gaan. En dat is niet makkelijk om zo'n woord te brengen. Jeremia werd vervolgd om het woord dat hij bracht. Mensen verwierpen het woord van God en ze verwierpen degene die het woord van God bracht. De brenger van het woord van God werd ook verworpen. En ook dat is waar ook Jesaja aan geleden heeft. We weten ook dat Jesaja de tijd heeft meegemaakt dat de koning van Assyrië tot aan de muren van Jeruzalem kwam. De belegering van Jeruzalem. En dat de stad bijna overweldigd werd, ook door de Assyriërs. Het is in die tijd dat Jesaja heeft geprofeteerd. En wist van God dat de Assyriërs niet de stad zouden innemen. En voor koning Hiskia tot grote zegen is geweest. Maar het was wel moeilijk. En dat was een lijdensweg. En we weten tot slot dat, of in ieder geval dit is wat de Joodse traditie zegt, dat uiteindelijk in de tijd van koning Manasse dat Jesaja in tweeën is gezaagd. Als Hebreeën 11 over de geloofshelden spreekt. En dat gezegd dat staat, sommigen zijn in tweeën gezaagd. Dat is wat de Joodse traditie al eeuwenlang zei. Dat Jesaja toen in tweeën is gezaagd. Uiteindelijk martelaar is geworden. Veel lijden. Veel verwerping. Maar in het lijden en in de pijn en te midden van schokkende dingen en te midden van benauwende situaties, veel openbaring. Veel openbaring. Dat is het eerste punt. Theologie van het lijden hebben wij nodig. En dat is misschien wel waar het ontbreekt in deze tijd. Als we veel met het welvaartsevangelie te maken hebben, als het evangelie soms gebracht wordt op zo'n manier dat het haast de consument dient, dat het vooral gaat om wat wij eruit kunnen verkrijgen. En dat welvaartsevangelie, dat is verschrikkelijk. Ik weet niet, ik heb kort geleden heb ik gekeken naar die film. Ik heb het er ook met de studenten over gehad. Ik heb hier eind van het jaar een week mogen zijn met de studenten. En toen hebben we ook met elkaar gesproken over die film, hè, The American Gospel. The American Gospel is een film op Vimeo, die duurt 2,5 uur. En als je dat ziet, dan schrik je echt van het wezen van het welvaartsevangelie. Ik was zelf in april vorig jaar in Amerika met mijn zoon Lucas. En we waren te gast op het Southern Baptist Seminary. En ik zette even de televisie aan in de hotelkamer die we daar hadden. En ik zag een fragment van een dienst van Joel Osteen. En hij had het over de genade is onverdiende gunst. Genade is onverdiende gunst. En toen ging hij die gunst uitleggen. En hij zegt, die gunst is dat God je zal genezen.
Die gunst is dat de Heer je welvaart, dat de Heer je welvaart zal geven. Die gunst is dat God je rijk zal maken. Hij zei het onbeschaamd. Legde hij die gunst van de Heer uit in termen van een fijn en een goed en een prettig en een succesvol en een lang leven. Zo legde hij de gunst uit. De gunst van de Heer. Onverdiende gunst. En in die documentaire over het welvaartsevangelie komt naar voren dat wat die welvaartsevangelisten in de etalage zetten van dit is wat de Heer je wil geven, dit is de genade van God voor jou, die er ook voor jou is, met een soort boodschap van ja, als je erin gaat staan en als je het gelooft, dan zal de Heer je genezen, want dat is de norm voor iedere christen, dat in die documentaire naar voren komt wat de welvaartsevangelisten aanbieden, dat juist dingen zijn waar Jezus voor waarschuwt. Als Jezus waarschuwt voor het dienen van de mammon, dan wordt er juist op gewezen dat God je rijk zal maken. Als Jezus waarschuwt voor het willen bewaren van je leven en het willen hebben van een lang en gelukkig leven, dan zegt Jezus juist, ben je bereid om je leven te verliezen? Openbaring zegt, ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. En Paulus zegt, ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mezelf. En ga zo maar door. Precies dat wat gepropageerd wordt als de vrucht van het geloof, zijn het soms dingen waarvoor Jezus juist waarschuwt om daarvoor te gaan. We hebben een theologie van het lijden nodig. En er is mijn zoon Lucas die wees mij op een filmpje waarin fragmenten uit een preek van Joel Osteen voorbij komen en daarna opmerkingen van Paul Washer. En dan zegt Joel Osteen zegt, de Heer wil je leven geweldig maken. De Heer wil je leven prachtig maken. De Heer wil je leven in alle opzichten zegenen en het zal goed gaan. Geen plek voor het lijden. En Paul Washer zegt, als God je roept, dan zal hij je breken. En dan zal hij het lijden toelaten. En dan blijft er niks van je over. En dan ga je door diepe dalen en dan word je beproefd. En dan laat God dingen toe waardoor je met jezelf geconfronteerd wordt. En Aad van der Zanden die zei een keer tegen mij, toen ik bij hem was, hij zegt, Oscar, voordat de Heer het brood vermenigvuldigt, gaat hij het breken. Hij breekt het. En dat gebeurde ook in het leven van Jesaja. Kijk, we zijn niet geroepen tot een leuk leven. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Sterker nog, we hoeven niet ons altijd gelukkig te voelen. Dat is helemaal niet het allerbelangrijkste, dat we ons altijd geweldig voelen. Daar gaat het niet om. Maar waar het om gaat, is dat wij de Heer leren kennen. En we mogen soms ook een beetje ongelukkig zijn, maar het is juist ook in het lijden dat de diepste openbaring van God komt. Het is juist ook als er soms schokkende dingen gebeuren in ons leven, dat we stilgezet worden, zoals Jesaja, en dat we een diepere openbaring van hem krijgen. En het allerbelangrijkste voor ons is dat wij hem leren kennen. Dat er openbaring is, dat we de Heer zien, dat we met de psalmist kunnen zeggen, steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik zal niet wankelen. Dat we hem voor ogen hebben, dat we hem kennen. Dat we de Heer kennen en soms is het goed dat we lijden. Soms is het goed dat we verdrukt worden. Soms is het goed dat wij zelf afgebroken worden. Soms is het goed dat het soms moeilijk is. Omdat dan de Heer meer werkelijk voor ons wordt. En als we de Bijbel lezen, wij zijn de volgelingen van de man van smarten. En lees de geschiedenis van Israël. En lees over het leven van Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en Mozes en Jozua en David en de profeten en de Heer Jezus en de apostelen. En bijna alle namen en Esther en Hanna en Maria, door haar ziel ging zwaard. Alle namen uit de Bijbel. Al die mensen hebben geleden. Lijden is een rode draad in het leven van Gods volk. En in het volk van Israël tot op de dag van vandaag. Israël heeft voor ons geleden en zelfs Israël lijdt vandaag de dag nog voor ons. En de kerk waar wij bij horen is een lijdende kerk. Wij horen bij een lijdende kerk. En het is zo goed dat we een theologie van het lijden hebben. Maar wat we als eerste mogen leren uit Jesaja 6 is dat er diepere openbaring komt in het lijden. Soms is er zo'n focus op lichamelijke genezing dat mensen aan de essentie voorbij lopen. Wij zijn
We waren een week geleden nog te gast bij dierbare vrienden van ons. En deze zuster is ernstig ziek geweest. Pas een aantal maanden geleden is er een genezingsproces op gang gekomen. Deze zuster zei ons dat ze eigenlijk nooit heeft gebeden om genezing. Velen hebben voor haar genezing gebeden en ze is hersteld. Maar ze zei zelf, ik heb eigenlijk nooit gebeden om genezing. Eigenlijk had ze een verlangen om heen te gaan en bij de Heer te zijn. Ze moesten het verwerken. Zij en haar man moesten het verwerken toen ze weer begon op te knappen. Want ze hadden zich erop ingesteld om naar de Heer te gaan. En dat vind ik een groter getuigenis dan wanneer er alleen maar voor genezing gebeden wordt. Deze vrouw kent God. Kent Christus. En verlangt naar Hem. Heeft een eerste liefde voor Hem. Meer dan toen ze Hem in het begin leerde kennen, houdt ze van Hem nu. En daarom zegt ze, ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Maar dat is onaantastbaarheid. Niets kan mij schaden. Wat kan mij scheiden van de liefde van God? Het lijden kunnen wij aan. En het lijden zullen wij niet altijd als vijand beschouwen. Maar het hoort er ook bij. En God gebruikt het in ons leven. En nog even één opmerking daarover. Ik moest er ook aan denken dat, weet je, we zijn hier bij elkaar ook vanuit Heart Cry for Revival. Dat is waar ook Hart voor Gemeente uit voort is gekomen. En het diepste verlangen natuurlijk is ook dat wij een andere tijd mogen gaan meemaken. Dat het tijd mag gaan keren. Dat God ons opnieuw zo zal bezoeken dat we gaan merken met elkaar. Dat we allemaal gaan merken, hé, het is anders. En dat er weer heel veel mensen ook zullen toestromen. Want de nood is ongelooflijk groot in ons land. Gisteren zat ik in de auto en ik hoorde even een item op de radio over een meisje dat dan door haar vader naar haar moeder gebracht wordt. Maar die vader die mag helemaal niet binnenkomen, want die moeder wil die vader helemaal niet meer zien. Een vechtscheiding. En het hartverscheurende voor zo'n meisje die dan door haar vader gebracht wordt naar haar moeder. Naar haar moeder en die moeder wil die vader helemaal niet meer zien. Zo kwamen er allerlei verschillende tieners aan het woord. De nood is zo ongelooflijk groot in ons land. We leven te midden van een ongekend drama aan individualisering. Egoïsme, narcisme, wetteloosheid die toeneemt, waardoor de liefde van velen verkilt. Meer dan 40% van de huwelijken gaat weer uit elkaar. En bijna een meerderheid is het inmiddels van de kinderen niet meer met beide ouders leeft. Je luistert even naar de radio en je wordt weer geconfronteerd met de gigantische nood in onze samenleving. We hebben niets anders nodig dan een herleving, een opwekking. Maar in dat alles draait het niet om een lang en gelukkig leven. Niet om een leven zonder lijden. In het huwelijk leid je ook aan elkaar. Zijn we bereid om aan elkaar te lijden in het huwelijk? Ook dat is een theologie van het lijden. Wat we nodig hebben is dat we God kennen. Dat we Hem kennen. En als wij Hem niet kennen, zal onze gemeente Hem ook niet leren kennen. En dan moest ik ook denken aan Bhagat Singh, die Indiase dienaar van de Here in de 20e eeuw. Hij is in 2000 overleden. Maar in de tijd van Bhagat Singh was er een grote opwekking in India. Ik ben een aantal keren in India geweest de afgelopen jaren. En daar zijn heel veel mensen inderdaad tot geloof gekomen. Daar verlangen wij naar ook voor Nederland. En in die grote conventies die ze hadden kwamen duizenden, tienduizenden mensen bij elkaar. En daar waren ook genezingen. Daar werden ook mensen genezen. En mensen, er gebeurden wonderen. Maar op een gegeven moment zag Bhagat Singh dat mensen begonnen te komen voor de genezing. En toen was hij in gebed en zei hij tegen de Heere, Heere, als dat zo is, als mensen komen voor genezing, wilt u dan geven dat minder zal gebeuren? Want het mag niet gaan om genezing. Het gaat om u. Het gaat erom dat we u kennen. Het gaat om dat we u lief hebben. Het gaat om de geest van wijsheid en openbaring. Dat we Christus zullen zien. Dat we u zullen lief hebben. Heer, geef dan dat minder zal gebeuren. En toen gebeurde er minder genezingen. Toen ik dat las, toen dacht ik, dit is een hele Bijbelse manier van omgaan met
met genezing. En dat er ook plek is voor het lijden. En de Heere geven dat wij zo ook deze weg zullen vinden. Nou, Jesaja kreeg openbaring van wie de Heere is. Hij zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dat wordt ook van de dienstknecht van de Heere gezegd in Jesaja 52. Waar Jesaja 53 op volgt, de leidende dienstknecht van de Heere. Ook hoog en verheven is hij. Dus dit is de Heere, dit is ook de Heere Jezus. Dit is onze God. En hij zag de Heere. En hij hoorde de serafs. Hij zag de serafs. Het woord voor seraf komt van een woord dat branden betekent. De heerlijke, stralende, schitterende engelen. Die serafs die bedekten zichzelf en die bejubelden de heiligheid van God. Als nooit tevoren krijgt Jesaja zicht op wie God is. Openbaring. Openbaring in het lijden. En dan zingen en roepen de serafs elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten, van de hemelse legers. En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De heiligheid van God. De grootheid van God. En weet u, opwekking zal alleen komen en wij zullen bewaard blijven voor dwaling. Wij zullen de gevaren van de moderne tijd, het verkeerde van de tijd waarin wij leven, zullen wij alleen zien als wij zicht hebben op de heiligheid van God. Heilig betekent afgescheiden, dat weet u natuurlijk wel. Heilig betekent dat hij de geheel andere is. De heiligheid van God betekent dat hij volkomen uniek is. Niemand is zoals hij. En het is zo goed wanneer wij meer van God gaan zien in zijn heiligheid. Soms denken mensen dat heilig alleen maar betekent dat God is afgescheiden van het kwaad. Maar de heiligheid van God betekent niet alleen maar dat hij geen zonde heeft. Dat is zeker zo. Hij is volkomen afgescheiden van het kwaad. Hij is licht. In hem is helemaal geen duisternis. Er is helemaal niks kwaads, niks zondigs in God. Zeker, dat is wat zijn heiligheid betekent. Maar dat is alleen maar een negatieve duiding van zijn heiligheid. We zeggen daarmee alleen maar wat hij niet is. Hij is niet zondig. Maar zijn heiligheid betekent veel meer dan dat hij niet zondig is. Hij is niet alleen afgescheiden van het kwaad. Maar hij is ook afgescheiden van alles dat hij heeft gemaakt. De heiligheid van God betekent in feite, en dit is super bazaal, dit is super fundamenteel. Ik dacht, is het wel toegestaan om hier voor een geëerd publiek zoals u te spreken vanmorgen? Maar toch is het zo belangrijk om dit helder te hebben. De heiligheid van God betekent dat hij volkomen anders is dan alles wat hij heeft gemaakt. Er is een groot verschil tussen God en zijn schepping. En dus ook tussen God en ons. God is eeuwig. En alles wat geschapen is, heeft een begin gehad. Dat is een oneindig verschil tussen God en de schepping. God is de schepper en de instandhouder. Hij is het leven zelf. Hij is niet geschapen, hij is niet ontstaan, hij is de eeuwige God die er altijd is geweest. Hij is instandhouder en de schepping wordt door hem in stand gehouden. Hij is volkomen onafhankelijk en de schepping is volkomen afhankelijk. Er is een oneindig verschil tussen God en de schepping. Zijn volkomen onafhankelijkheid. En alles bestaat voor hem. Alles is tot zijn eer geschapen. Hij alleen is het waard om aanbeden en geprezen te worden. Hem alleen komt toe de eer en de dank en de lof. Hij is God en hij alleen is aanbidding waard. En de rest van de schepping is geschapen om zijn heerlijkheid te openbaren. Om zijn glorie te laten zien. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. Alles is gemaakt voor zijn heerlijkheid. Er is een oneindig verschil tussen God en de schepping. De schepping bestaat niet voor zichzelf, maar alles bestaat voor de Heere God. Alles tot hem. Hij is God.
En hij alleen is God. Dat is de heiligheid van God. En het is zo belangrijk dat wij als geestelijke leiders, dat wij een beetje benul hebben van de heiligheid van God. Hoe meer wij zien dat God heilig is, hoe meer we hem vrezen en respect voor hem hebben en bij wijze van spreken ons petje afdoen en weten wat het is om stil te zijn voor zijn aangezicht en te zwijgen voor zijn aangezicht, hoe meer we tot zegen voor mensen zullen zijn. Maar dit is aan het verwateren. Als we het hebben over gevaren van de tijd waarin we leven. Dit is aan het verwateren. Ik kom net uit India. Ik was eind november, begin december in India. Daar is het hindoeïsme natuurlijk. En in het hindoeïsme is het pantheïsme. En het pantheïsme is de leer dat alles God is. Alles is God. Het alles is God. Het universum is God. En het hindoeïstische idee van verlossing is dat jij tot het inzicht komt dat je onderdeel uitmaakt van het alles. Dat je hoort bij de kosmos en dat je een kosmisch bewustzijn krijgt. Dat je gaat beseffen dat je onderdeel uitmaakt van het alles. Dat je dus onderdeel uitmaakt van God. En dat je dus God bent en dat je tot een soort goddelijk bewustzijn komt. Dat is het hindoeïstische idee van verlossing. En dat is wat in de New Age ook naar het westen is gekomen. Esoterie is eigenlijk ook vaak hindoeïsme, is een ander woord voor occultisme, maar ook er is heel veel hindoeïsme in een westers jasje gekomen. In onze boekhandels, die staan vol met dingen over esoterie. En de New Age is dichtbij gekomen en een van de bekendste profetessen van de New Age, toen het allemaal sterk in opkomst was, in Amerika ook, was Shirley MacLaine. En zij ging sessies houden met haar mensen die haar seminars gingen bijwonen. En toen gingen ze mediteren en de slogan was: wees stil en weet dat je God bent. Kosmisch bewustzijn. En in het welvaartsevangelie hebben ze het over little gods. Wij zijn kleine goden. En ze spreken niet over Jezus dat hij als God, omdat hij de zoon van God was die wonderen gedaan heeft en op water heeft gewandeld en de storm tot bedaren heeft gebracht en brood heeft vermenigvuldigd. Ze spreken in het welvaartsevangelie niet over dat Jezus die dingen allemaal gedaan heeft omdat hij de zoon van God was, maar alleen maar omdat de geest over hem was gekomen. En de geest komt ook over ons en dus kunnen wij precies zijn zoals Jezus was. Dat is wat het welvaartsevangelie leert. Met andere woorden, het verschil tussen Jezus en ons is helemaal weg daarin. Het is eigenlijk little gods. Begrijp dat je God bent in dat welvaartsevangelie. En de gnostiek is dichterbij dan we denken. Dit sluit ook aan bij de gnostiek. In de gnostiek, wat een dwaling was in de vroege eeuwen, hadden ze het over een speciale kennis, een bovennatuurlijke kennis, die door hele mystieke openbaring tot je komt. Niet door het woord van God, niet door geloof in Jezus, maar er gebeurt wat met je, bovennatuurlijke openbaring. En daardoor krijg je deel aan deze gnosis, waardoor er een goddelijke vonk in je ontstoken wordt. Dat is de gnostiek. Een goddelijke vonk in jou. En het is een obscure en een mystieke kennis van je identiteit. En toen ik dat tegenkwam in deze beschrijving van gnostiek, dacht ik, wacht even, daar moeten we ook over nadenken. Want hoeveel wordt er niet gesproken over onze identiteit in het geloof vandaag de dag? Identiteit is haast een toverwoord geworden. Mijn identiteit. Wie ik ben. Mijn persoon, mijn wil, mijn verwezenlijking van mijzelf. En dan kan God in mij een soort vonk ontsteken waardoor ik mijn identiteit vind. En lieve mensen, dan zijn we dichter bij de gnostiek dan we denken. En het komt ook de evangelische wereld binnen. Het komt ook het christendom binnen vandaag de dag. Soms in de beleving en soms ook in de liederen is het verschil tussen ons en de Heer. Het verschil tussen wij zijn schepselen, hij is de schepper, wij zijn zondaren die door genade behouden mogen zijn. Hij is de
genadige God, het verschil tussen wie wij zijn en de ik ben die ik ben, die hij is. Dat verschil is soms zo ver weg. Het is soms vooral wat hij voor mij kan betekenen, zodat ik kan zijn die ik zou moeten zijn of zou willen zijn. Dat is gnostiek. En dat is New Age. En dat is het idee dat ik dus helemaal mezelf kan verwezenlijken. Maar het is de dood in de pot. Jesaja zag de Heere. En dat verschil tussen God en ons, oh, dat zal de kerk genezen. Als we dat gaan zien. Dat we de geest van wijsheid en openbaring ontvangen. Niet die openbaring waar de gnostiek over spreekt, maar dat God tot ons spreekt. Dat zijn woord ons duidelijk wordt. Dat we gaan zien met de ogen van ons hart. Dat we hem gaan zien zoals Jesaja hem zag. En dat we weten wat het is om in diep ontzag voor hem neer te knielen en hem alleen te aanbidden. Nou, Paul Washer heeft een voorbeeld gegeven. Ik verander die illustratie van Paul Washer een beetje, ook naar aanleiding van Jesaja 6. Maar je kunt de vraag stellen, wie lijkt er meer op God? De seraf, die we hier tegenkomen in Jesaja 6. Of Jesaja, de profeet. Is het nou de mens die meer op God lijkt? Of een engel? Sommigen zullen zeggen, een engel lijkt meer op God, want een engel heeft geen zonde. De serafs hadden geen zonde. Hadden niet gezondigd. Dus dan zou je zeggen, ja, engel is meer als God. Maar anderen zullen zeggen, Hebreeën zegt dat God ons boven de engelen gesteld heeft. En wij zijn de kroon op Gods schepping, wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Dus de mens is meer als God. Maar dan zegt Paul Washer, het is een absurde vraag. Een absurde vraag. Want stel dat ik met mijn dochter is nu 17, maar 10 jaar geleden, toen mijn dochter 7 was, ik ga met mijn dochter op een heldere avond in de achtertuin staan. En we kijken naar boven en de maan staat aan de hemel. En mijn dochter staat naast me en ze komt als 7-jarige tot hier. Omdat ze nog niet zo lang is als ik ben. En ik kijk samen met haar naar de maan. En ik zeg tegen mijn lieve dochter Maria, liefje, weet je wel dat ik mij dichter bij de maan bevind dan jij? Dan zal ze me aankijken. Ja, kijk maar, zeg ik dan. Ik steek zoveel boven je uit. Ik ben dichter bij de maan dan jij. Dat is natuurlijk een absurde vergelijking. Wie is er dichter bij de maan? Ik of mijn dochter of ik? Absurde vraag. Want de afstand tot de maan is zo groot vergeleken bij het verschil tussen haar en mij. Belachelijk om die vraag te stellen. Evenzo belachelijke vraag. Wie is meer als God? Een mens of een engel? Want beiden zijn geschapen wezens. Een engel is geschapen, een mens is geschapen. Dat is het verschil tussen God en de schepping. Hij is heilig. Heilig, heilig. Niemand is als hij. Hij alleen is God. Niemand is almachtig zoals hij almachtig is. Niemand is wijs zoals hij wijs is. Niemand is de bron van leven zoals hij dat is. Niemand is zo vol van liefde en genade. Niemand is zo groot als hij is. De heiligheid van God betekent dat hij volkomen uniek is. En dat is wat ons leven zal veranderen als we hem in zijn heiligheid leren kennen. Dat verlost ons van de mensgerichtheid in de prediking vandaag de dag. Dat weet u natuurlijk wel, maar het is belangrijk om het ook nu te zeggen. Het euvel in veel uitleg van het evangelie, in veel prediking vandaag de dag. Waardoor er soms zo weinig kracht is. Waardoor de levensveranderende kracht van het evangelie soms niet aanwezig is. Het euvel is mensgerichtheid. Maar door een radicale Godgerichtheid, door zicht op Gods heiligheid, zullen we daarvan verlost worden. En zal ook de kracht van het evangelie weer terugkomen in de prediking. Als het om hem draait en niet om ons. Het derde waar ik met u over na wil denken is dat Jesaja ook verbroken wordt in de aanwezigheid van de Heer. Hij komt tot verbrokenheid. Want hij ziet de Heere en dan
ziet hij de koning, de heer van de legermachten. En dan zegt hij, mijn ogen hebben de koning van de legermachten gezien. Ik kan niet meer leven, wee mij, ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Dus zodra Jesaja, de Heer, ziet zoals hij is, komt er verbrokenheid, komt er overtuiging van zonde, beseft hij wat er onrein is in zijn leven. Hij wordt zich bewust van zijn onreine lippen. Datgene wat een belemmering is in zijn leven voor God om hem volledig te zegenen, komt aan het licht. God openbaart zonde in zijn leven, omdat God hem daarvan wil bevrijden en omdat God de volle zegen in zijn leven wil uitstorten. En dat is wat er gebeurt in het leven van Jesaja als hij de Here ziet. En dan is het wonderlijk dat hij het heeft over onreine lippen. Want Jesaja werd een profeet, misschien had hij ook al geprofeteerd. We weten in ieder geval dat Jesaja een man was die zeer intelligent was. Hij heeft het moeilijkste Hebreeuws geschreven van de hele Bijbel. Het boek Jesaja is het moeilijkste te vertalen vanuit het Hebreeuws. En als je Hebreeuws leert, is het ook het moeilijkste boek om het te lezen. Want hij gebruikt zeer hoogstaand Hebreeuws. We weten dat Jesaja een man was die veel in zijn mars had, die heel goed kon spreken. Hij kon ontzettend goed schrijven, hij kon heel goed spreken. Je zou kunnen zeggen, hij had heel bijzondere lippen. En met zijn lippen diende hij ook de Heer. En toch zegt hij, ik ben een man onrein van lippen. En Jesaja raakt overtuigd van zijn verkeerde motieven. Het is schitterend hoe Roy Hession in een boekje daarover heeft geschreven, wat ik met jullie wil delen ook vanmorgen. Dat Roy Hession zegt dat Jesaja die serafsen zag. En dat hij zag dat die serafs, dat zij zichzelf grotendeels bedekken. Ze gebruiken twee vleugels om hun gezicht te bedekken, twee om hun voeten te bedekken. En dat ze, terwijl ze schitterende engelen zijn, wat ik al zei, en terwijl ze prachtige wezens zijn, dat ze de heerlijkheid van God zien, maar dat ze als het ware een stap terug doen en dat ze zichzelf totaal niet tentoon willen stellen, dat ze totaal niet gezien willen worden. Ze willen niet gezien worden, de engelen. Ze willen niet dat hun glorie de aandacht van de Here afwendt. Ze willen dat de Here gezien wordt, dat Hij geprezen wordt. En ze bedekken zichzelf. En als Jesaja dat ziet, zegt Roy Hession, als Jesaja ziet hoe die engelen zich opstellen in de tegenwoordigheid van God, wordt de profeet zich ervan bewust hoezeer hij zichzelf heeft willen profileren misschien in zijn leven tot dan toe. Hoezeer hij zichzelf heeft willen tonen, hoezeer hij iemand heeft willen zijn. En dat hij wel alles in zijn vermogen had gebruikt om te laten zien wat hij allemaal kon. Terwijl die engelen maar twee vleugels gebruiken om te vliegen, heeft Jesaja bij wijze van spreken alles in zijn leven gebruikt om te vliegen en om te rennen en om te hollen en om carrière te maken en om iemand te worden. En daar raakt hij van overtuigd. Wee mij, ik heb gezegende lippen, ik heb gezalfde lippen en ik kan goed spreken, maar ik heb het gebruikt uit ijdel eerbejag. En daar raakt hij van overtuigd. De vraag is niet alleen wat wij doen, de vraag is waarom wij het doen. Dieper nog, de vraag is voor wie wij doen wat wij doen. En Jesaja besefte op dat moment dat hij voor zichzelf had geleefd, dat het vleeselijk was geweest. Hij was waarschijnlijk al een bestudeerd man. Hij was waarschijnlijk al een man die misschien wel al contact had met de hoogstaande mensen. Er komen zo dingen bij als je een roeping van de Here hebt. En je kunt je laten motiveren door de dingen die erbij komen als je een roeping van de Here hebt. Maar Jesaja wordt zich diep bewust van dat dingen op een vleeselijke manier zijn gegaan in zijn leven tot dan toe. In dat kader zou ik willen voorlezen 1 Korinthe 4. Vers 1 tot 5.
Laat ieder mens ons zo beschouwen, 1 Korinthe 4, vers 1. Namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenis van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. En hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. En Paulus zegt hier dat hij een leven leidt waarin hij gestorven is aan het nadenken over het oordeel van anderen. Hij zegt hier zelfs dat hij gestorven is aan een leven waarin hij veel bezig is om zichzelf te beoordelen. Ik beoordeel mezelf niet eens. Dat komt niet omdat hij iets in zichzelf heeft gedaan of zo, maar dat komt omdat hij zicht op de Heere heeft gekregen. Omdat de Heere zijn toehoorder was en in alles wat hij zei. Omdat de Heere degene was voor wiens aangezicht hij leefde. Martin Lloyd-Jones heeft gezegd dat de definitie van een christen is iemand die voor het aangezicht van God wandelt. Als je echt christen bent, dan ben je gestorven aan het leven voor mensen, dan ben je gestorven aan het leven voor jezelf. Dan is er een bepaalde heilige onverschilligheid gekomen, holy indifference voor wat andere mensen van je denken. Zoals Paulus hier ook zegt, en dan leef je alleen maar voor hem. Dat is ook wat Jezus bedoelt als Jezus in de bergrede ons ook leert om onszelf te vergeten. Als hij zegt, wees niet als de fariseeën, zij staan te bidden om door de mensen gezien te worden. En ze doen religieuze daden om eer van mensen te ontvangen. En dat is een schrikbarend iets, dat is een verschrikkelijk iets dat Jezus daar duidelijk maakt. Dat je op zo'n manier bezig kan zijn dat je denkt dat je God aan het dienen bent, maar dat je in wezen jezelf aan het dienen bent. Je kunt dus menen dat je God dient, terwijl je in feite jezelf aan het dienen bent. Dat heeft te maken met de diepste motieven en beweegredenen van je hart. En dan zegt Jezus dit. Als je bidt, bid tot je vader. En als je vast, toon het niet aan anderen. En als je geeft, en dan zegt hij iets wat ons geweldig kan helpen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Je doet dingen, maar laat je linkerhand dat niet weten. Zeg het niet tegen jezelf en laat je linkerhand niet toekijken naar wat je rechterhand aan het doen is. Je kunt andere mensen als publiek hebben voor je leven, maar je kunt ook jezelf als publiek hebben voor je leven. Je kunt ook de hele tijd naar jezelf kijken. En hoe beoordeel je jezelf en hoe vind je jezelf en wat denk je van jezelf? En je bent alsmaar bezig met jezelf. Maar lieve mensen, dat is allemaal vleeselijk. Dat is waar Jesaja van overtuigd raakt. En hij wordt verlost van het vlees. Hij komt tot verbrokenheid. Hij raakt overtuigd van zijn zonde. Als Jezus in Lucas 5 het net laat volstromen bij de roeping van Petrus en Andreas. En er vindt een wonderbare visvangst plaats. En op een bovennatuurlijke wijze stroomt dat net in één keer vol, zoals het 3 jaar later ook gebeurde na Jezus' opstanding uit de dood. En de roeping van de discipelen doorgaat, want dit doet hetzelfde wonder. Dat is waar het allemaal mee begonnen is. Maar als dat gebeurt in Lucas 5, dan ziet Petrus iets van de glorie, de majesteit van Jezus. En dan zegt hij, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hetzelfde als bij Jesaja. Als wij openbaring hebben van de heerlijkheid van God, dan komt er overtuiging van zonde, dan komt er verbrokenheid. En dan staat er in Jesaja 57, vers 15, want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en de nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dit is mooi wat er gebeurt in het leven van Jesaja. Het was mooi wat er gebeurde in het leven van Petrus toen Jezus dit wonder deed. Het is iets moois als er overtuiging van zonde is. En als we gaan zien wat we in het vlees gedaan hebben. En als we ons bewust worden van verkeerde motieven. Als de Heer ons daarvan overtuigt. Want hij woont bij de verbrijzelden van hart. En hij maakt levend
de nederigen van geest. Dat is wat we nodig hebben, dat God ons nederig maakt. En het komt door verbrokenheid voor het aangezicht van onze Heer. Het gevaar is zelfgerichte ambitie. Het gevaar is ijdelheid en trots. Het gevaar is een nadruk op onze bediening en op ons functioneren en op leiderschap. Soms heb ik moeite met de nadruk op leiderschap. Het gaat zoveel over leiderschap. Maar in het Nieuwe Testament komen we leidende apostelen tegen, leidend met een lange ei, die gebroken zijn en die verbroken zijn. En dat is wat anders dan dat je je gaat profileren als leider. Een heilige onverschilligheid ten aanzien van wat mensen van je denken. En dan als laatste wat ik wil noemen is dat er bij Jesaja, in Jesaja 6, ook een heerlijke openbaring komt van wat genade is. Ten eerste openbaring in de donkerste uren. Ten tweede openbaring van wie de Heere is. Ten derde openbaring van het vlees. En ten vierde openbaring van genade. Vers 6 en 7. Hij is verslagen. Hij denkt dat hij gaat sterven. Hij denkt, dit kan niet, ik heb de Heere gezien. Dit is mijn dood. De letter dood. Maar de geest maakt levend. En dan maakt hij het mee dat een van de serafs, hij ziet het gebeuren, een van de serafs vloog naar hem toe met een gloeiende kool die hij in zijn hand had en met een tang van het altaar had genomen. En Leviticus 16 vers 12 zegt dat de hoge priester op de grote verzoendag van het altaar, wat voor de tempel staat, waar de offers gebracht worden, dat de hoge priester van het altaar voor het aangezicht van de Heer een vuurschaal met vurige kolen moet nemen. Met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk. En dit binnen het voorhangsel moet brengen. Dus wat Jesaja hier ziet, een vurige kool die van het altaar genomen wordt, dat komt helemaal overeen met wat er elk jaar in Israël gebeurde in het heilige der heiligen. 1 keer per jaar mocht de hoge priester daar binnen gaan. Met deze schaal, vuurschaal met vurige kolen. En dan wordt er op die schaal wordt iets gegooid waardoor er reukwerk is. Zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Schitterend. Van die schaal komt er reukwerk, komt er rook en daardoor ziet de Heere niet. De wet. En daardoor, net als het bloed op het verzoendeksel, de Heere ziet het niet meer. En daardoor mag het volk, daardoor mag de hoge priester blijven leven in het heilige der heiligen. In de aanwezigheid van God. En dat kooltje, dat komt van het altaar. Omdat er op het altaar een offer is gebracht. Op dat altaar heeft het lam gelegen. Het lam dat geslacht werd in de tempel en het lam dat uiteindelijk geslacht is aan het kruis van Golgotha. Daardoor is er verzoening voor de profeet ook. De verzoening wordt toegepast op zijn leven. En hij mag het woord horen, deze heeft uw lippen aangeraakt. Daar waar hij onrein is, wordt hij aangeraakt. Uw misdaad is van u geweken en uw zonde is van u verzoend. En hij beseft op dat moment dat dat oude leven, dat vleeselijke leven, dat die verkeerde manier van dienen, dat gestorven is op het altaar. Daar is een eind aan gekomen. Zo mogen wij weten dat ons oude leven gekruisigd is met Christus. En wij hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Die oude manier van dienen is voorbij gegaan. Want Jezus heeft dat met zich meegenomen aan het kruis van Golgotha. Daardoor is een nieuwe manier van dienen, namelijk door de geest, is mogelijk. Dienen overeenkomstig het nieuwe verbond. Maar omdat er verzoening is gekomen op het altaar. Nou, als laatste. Als we nadenken over de tijd waarin wij leven. Weet u, ook hiervan denk ik van, is het nodig om hierover te spreken? En toch is het nodig om hierover te spreken. Dat er is ook verwarring over verzoening in de tijd waarin wij leven.
Er is verwarring over waarvoor Jezus is gestorven aan het kruis. Soms ontbreekt de kern van de boodschap van verzoening. Wat is er op het altaar gebeurd? Wat is er aan het kruis gebeurd? Wat is de vloek waarvan Christus ons heeft bevrijd? Ik zat in de week voor Pasen vorig jaar in de auto terug van een serie Spreekbeurt. En ik hoorde iemand anders op Groot Nieuwsradio spreken over de vloek. En toen zei hij dat Christus ons bevrijd heeft van de vloek, dat de doornenkroon, de aarde is vervloekt en brengt nu doornen en distels voort. En die doornenkroon die Jezus droeg is een beeld van dat hij de vloek voor ons heeft gedragen. En toen ging deze persoon de vloek uitleggen en die vloek, zei hij, is, ja, mensen kunnen iets naars over je zeggen. En mensen kunnen, bijvoorbeeld als toen je jong was, tegen je zeggen van dat je lelijk bent en dat draag je met je mee. Of je ouders hebben gezegd, jij kan niet leren. En dat is een vloek, als het ware, die over je leven is uitgesproken. En het is natuurlijk zo dat mensen dingen kunnen zeggen die heel naar zijn en waar je mee rondloopt. Maar toch is dat niet de vloek waar Jezus voor gestorven is. Als we op die manier vooral de vloek definiëren, dan missen we de kern. En we horen zoveel vandaag de dag over het probleem dat we met onszelf hebben. Dat het grootste probleem is dat we onszelf niet kunnen aanvaarden. Dat we niet een positief zelfbeeld hebben. Dat we niet zo geloven in onszelf. Dat we niet vertrouwen op onszelf. En alsof het probleem is met onszelf. Alsof wij vooral een probleem met onszelf hebben. Maar we denken met elkaar na over waarvoor is Christus nou gestorven? Is hij vooral voor ons gestorven om ons te bevrijden van die nare uitspraken die anderen over ons gedaan hebben? Is dat de vloek waar Jezus voor gestorven is? Is hij nou vooral voor ons gestorven om ons te herstellen in de relatie met onszelf? Is dat waarvoor hij zijn leven heeft gegeven, opdat we onszelf kunnen aanvaarden? In heel veel uitleg van het evangelie ligt daar de nadruk op. Jezus heeft laten zien hoeveel hij van je houdt door te sterven aan het kruis. Daarom weet je dat God zoveel van je houdt en je jezelf kunt aanvaarden. En het is zeker een vrucht van het geloof in Jezus dat wij ook vrede krijgen met onszelf als we Christus leren kennen. Maar toch, in deze beide uitleggen van waarvoor Jezus stierf van het kruis, mist de kern. De mens heeft niet vooral een probleem met wat andere mensen hebben gedaan in zijn of haar leven, of andere mensen hebben gezegd in zijn of haar leven. De mens heeft niet vooral een probleem met zichzelf, met een probleem met zelfaanvaarding, dat is niet het grootste probleem in het leven van een mens. Het grootste probleem van een mens is dat een mens een probleem met God heeft. En dat de vloek is de vloek van de wet. De vloek van het oordeel van God. En Jezus is niet gestorven aan het kruis van Golgotha vanwege wat mensen hem aandeden, maar Jezus Christus is gestorven op het kruis van Golgotha omdat hij getroffen werd met de toren van God. Omdat het oordeel, het rechtvaardige oordeel van God over hem kwam. Omdat God de zonde niet kan zien. Omdat hij de zonde moet oordelen. Omdat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. En dat God zegt, ik zal het vergelden, mij komt de wraak toe. Dat is de reden dat Jezus is gestorven aan het kruis. Hij stierf al na 6 uur niet om wat mensen hem aandeden. Hij is niet gestorven vanwege het feit dat hij zoveel bloed heeft verloren. Hij heeft helemaal niet veel bloed verloren. Hij stierf niet vanwege bloedverlies. Dat gebeurde pas na 36 of 48 uur als iemand aan het kruis gehangen was. Dan stierf iemand door uitputting en door water in de longen. Dat duurde tergend lang, maar hij stierf al na 6 uur. Niet omdat zijn rug gegezeld was en omdat zijn huid zo open lag. Hij stierf niet vanwege wat mensen hem aandeden. Hij stierf niet vanwege zijn lichamelijke lijden. In The Passion of the Christ, die film, ligt de nadruk op het lichamelijke lijden van Christus. En Antoine Baudard zei, die film heeft een veel te hoog slachthuisgehalte. De nadruk in de evangelie ligt niet op het lichamelijke lijden van Jezus. Jezus is gestorven aan het kruis van Golgotha omdat hij getroffen werd door het rechtvaardige oordeel van God over de zonde der wereld. Het is vanwege wat God hem aangedaan heeft dat Jezus is gestorven. Hij droeg onze straf en die straf kwam niet van de duivel, die straf kwam niet van mensen, maar die straf kwam van God. Als de Bijbel zegt dat hij onze zonde, onze straf heeft gedragen, is het God de Vader die zijn eigen zoon heeft gestraft in onze plaats.
Het is een juridische boodschap. Het heeft te maken met de heiligheid en met de rechtvaardigheid van God. Dit is de kern van het evangelie. Maar deze kern ontbreekt soms zo in de prediking. Als ik heb hier al zoveel over gesproken de afgelopen jaren. Ook rondom Pasen en op veel andere momenten. En zo vaak als ik erover spreek, dan komen mensen naar mij toe naderhand en dan zeggen ze... Maar zo heb ik het nog nooit gehoord. Dus de boodschap van verzoening door voldoening is op de achtergrond gekomen. Het is een ander evangelie geworden, waarin het vooral een lieve en een fijne en een mooie boodschap is geworden. En het is ook een boodschap vol liefde, maar die liefde wordt daarin vooral geopenbaard. Dat God zijn Zoon heeft gemaakt tot het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld. En dat dat van Gods wegen is. Jezus' losprijs is niet betaald aan Satan. De losprijs aan Satan-theorie is ook alomtegenwoordig. Alsof Satan de rechtmatige eigenaar was van de mensheid. En dat Jezus een losprijs heeft betaald aan Satan. Maar het is niet het evangelie. Dan geef je Satan veel te veel eer. De verzoening was Godgericht. De verzoening was vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Luister naar deze woorden. Het Bijbelse begrip toren duidt op wat we gerechtvaardigde verontwaardiging noemen. Die wordt gewekt door wat als gemeen, schandelijk of zondig beschouwd wordt. Het is ongeduld met het kwaad. Een beweging van de ziel die zich verheft om zonde in te tomen. Hij is een rechtvaardige rechter. Gerechtvaardigde verontwaardiging maakt deel uit van zijn wezen. De toorn van God is compleet uit de mode. Maar de toorn van God is zijn gerechtvaardigde verontwaardiging over wat kwaad is. Over wat mensenlevens kapot maakt en is een bewijs van zijn grote liefde voor de mens. In zijn toorn is hij altijd liefdevol. En hij heeft zijn toorn uitgestort op zijn Zoon, opdat wij gerechtvaardigd mogen worden. Dit waren woorden van Abraham Heschel. Luister ook nog naar deze woorden. Er heerst in het algemeen de verkeerde mening dat het evangelie slechts goed gebracht wordt als het verkondigd wordt in vriendelijke, gevoelige en lieflijke woorden. Dat is geheel foutief. Nog nooit in de wereldgeschiedenis is er zo'n grote behoefte geweest aan onbevreesde en vastberaden christenen als juist nu. Onze tijd heeft Jeremia's nodig om de waarheid te verkondigen, de gehele waarheid. Of het mensen behaagt of niet, om de boodschap van de door God voorzegde oordelen en onverbloemde waarheid te brengen. Gevraagd, dubbele punt, Jeremia's. Jeremia's die de heiligheid en de wet van God en Gods gerechtvaardigde verontwaardiging en het oordeel van God verkondigen. Want alleen als wij het oordeel van God verkondigen, ga je ook begrijpen wat er aan het kruis voor je is gebeurd. Deze laatste woorden waren de woorden van William Booth, die in de 19e eeuw leefde, de oprichter van het Leger des Heils. Hij was een vurige evangelist. En hij bracht een evangelie dat niet naar de mens is. In het Leger des Heils is tot op de dag van vandaag een grote zegen. Dat was een opwekking. Maar niet een slechts vriendelijk, gevoelig en lieflijk evangelie. Maar het evangelie van Jezus die stierf in onze plaats. Als lam van God. Wat er op het altaar is gebeurd. Waardoor wij nu de boodschap mogen brengen. Daarom, als je komt tot Christus, word je aangeraakt waar je onrein bent geworden. Is er volkomen vergeving voor je zonde en mag je weten dat je misdaad van je is geweken en je zonde van je is verzoend. Jezus Christus heeft de beker van Gods toren tot op de laatste druppel leeggedronken. Dat is de beker waar hij zo bang voor was. Hij was niet bang voor de Romeinse soldaten. Hij was niet bang voor zijn volk dat zou zeggen weg met hem. Hij was niet bang voor de spijkers door zijn handen en voeten. Hij was niet bang voor het menselijk lijden. Hij was niet bang om lichamelijk te sterven. Hij had gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. En dat was hij ook niet. Hij was niet bang voor hen die het lichaam konden doden. Die beker is niet wat mensen hem aan zouden doen. Maar die beker waar hij zo bang voor was, was de beker van de toren van God. En die beker heeft hij tot op de laatste druppel
leeg gedronken. En nu is er voor hen die hun toevlucht hebben genomen tot Christus alleen nog maar liefde. Geen veroordeling meer. Totaal geen veroordeling meer. Geen toren meer. Geen scheiding van God meer. Geen dood meer. Geen hel meer. Alles is volbracht. Hij stierf de echte dood. Wij zullen leven tot in eeuwigheid. De dood jaagt geen angst meer aan. Omdat alles is voldaan. Geprezen zij de naam van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Halleluja. Amen.